Wij zijn nu in boekhandel Het Martyrium aan de Van Baarlestraat in Amsterdam. Een van de betere boekhandels in de stad. Toevallig ook dicht bij mijn huis, bij mij thuis. Ik kom hier iedere zaterdag en ga dan even rondkijken. Is er nog wat nieuws? Is er nog wat bijzonders te vinden? Het ruikt hier ook zo lekker naar boeken. Hè? Het ruikt hier heerlijk naar boeken. Het ruikt hier vooral naar de Amerikaanse gebonden boeken. Die hebben altijd een bepaalde geur. Fantastisch. Ja, doet dat wat met u? Nou, kijk, je hebt twee soorten boekenliefhebbers. Hè? De mensen die het boek kopen en dan bijna als een soort beeldhouwwerkje in de kast zetten. Boudewijn Buug deed dat. Ik ben echt een boekgebruiker. Bij mij mogen de ezelsoren in, mag het opengeslagen worden. Beetje koffie overheen. Er mag een beetje koffie overheen. Boeken moeten leven, net als mensen. De boekhandel is een onvergelijkelijk iets. Iedereen die zweert nu bij kopen via internet. En als je heel gericht een boek wil zoeken waarvan je zeker weet dat je het wil hebben, is het makkelijk om via internet te kopen. Maar het mooie van een boekhandel is dus je stapt binnen, je denkt aan boek nummer A, je snuffelt wat rond. Je ziet eigenlijk boeken waarvan je het bestaan niet wist. Of je ziet afgeprijsde boeken, zoals ik al zei, uit Engeland en Amerika, waarvan je het bestaan ook niet kende. Dus je zoekt en vindt wat anders waarvan je niet eens wist dat je het mooi zou vinden. Dat is het prachtige van de boekhandel. Op internet is het zo dat je wel vaak een soort doorlinktips krijgt, maar dat wordt dan door anderen gedirigeerd. Terwijl in de boekhandel heerst jouw eigen blik, jouw eigen anarchistische blik. En die kan overal en nergens worden geworpen. Dus kijk, daar bijvoorbeeld, ik kom voor een Engelstalig boek over literatuur. En ik zie daar staan, hey, een nieuwe Tom Waits biografie. Die is in de aanbieding. Dat zou ik wel leuk vinden. Dat is het geweldige aantrekkingskracht van de boekhandel. En dat moet vooral zo blijven. De vaste boekenprijs. Ja. Daar wordt ook aan getornd via websites. Ja. Wat vindt u daarvan? Heel vervelend. Voor ons schrijvers is dat heel naar. De schrijver is al de sluitpost op de begroting van het kopen van een boek. Als een schrijver geluk heeft, krijgt hij iets meer dan 10% van de verkoopprijs van een boek. Als daar ook nog aan wordt getornd via dalende prijzen. Schrijvers, kijk, wie rijk wil worden moet niet gaan schrijven. Je gaat schrijven uit hartstocht en uit passie. Maar het is wel prachtig als je er toch iets mee kan verdienen. Die kans wordt kleiner en kleiner en kleiner zodra de commercie en het overneemt. En zolang de vaste boekenprijs gegarandeerd is, zijn we ook gegarandeerd van mensen die kwaliteit blijven leveren met een zekere oplage. En als die vaste boekenprijs eraan gaat, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat er gewoon, laat ik het zo zeggen, meer van hetzelfde zal komen. Dat de veelvormigheid in de collectie van boeken, dat die zal verdwijnen. Kijk, we willen allemaal het nieuwe boek van Herman Koch lezen. En we willen allemaal het boek van Helen van Rooyen lezen. Maar er zijn ook mensen die die ene dichtbundel willen lezen. Of die muziekbiografie willen lezen. Dat zal allemaal verdwijnen naar de rafelranden van het bestaan. En je krijgt een soort Oostblok van vroeger. Ja. Alleen dan in kapitalistische vorm. Ja. Iedereen hetzelfde en tegen dumpprijzen. En ja. Op een gegeven moment zitten we allemaal in de trein, lezen we allemaal hetzelfde boek. En het bestaan van zoveel duizenden andere boeken wordt gemarginaliseerd. Ja. En zal ook echt verdwijnen. Het kan niet zo zijn dat als er 30 mensen op een rijtje staan, waarvan de 25 de nieuwe Helen van Rooyen lezen, dat die andere 5 andersoortige boeken willen lezen. Dat we tegen die 5 mensen zeggen, helaas, pindakaas, die boeken die zijn er niet meer, want die geven we niet meer uit. Want de markt regeert. Ja. Dat kan toch niet? Ja. Er is hoop, alleen je moet mensen niet gaan opleggen dat ze zogenaamd naar die boekhandel moeten. Je moet ze eigenlijk gaan uitleggen. Ik hoop dat ook te doen, bij wijze van spreken, in de wereld draait door. Je moet als het ware vertellen waarom jij warm loopt voor een bepaalde schat in de wereld. Of in de wereld draait door is het over kunst. Maar in dit geval moeten we eigenlijk mensen gaan uitleggen wat ze missen als ze de boekhandel voorbij lopen. Dat is veel beter dan dat je ze opdraagt, ga nu die boekhandel in, want dat hoort zo. Dat werkt dus niet. Hier is de camera. Wat missen de mensen? De mensen, nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Ik ga er in herhaling treden. Ik denk dat het... Okay. Vind je niet? Ja.